Dames en heren, welkom bij deze allereerste aflevering van seizoen 2 van Stationsbeoordeling. Vandaag sta ik op het station wat door de NS officieel nog niet eens beoordeeld is. Station Etten-Leur. Ik ga dit station beoordelen, de voorzieningen bekijken en de dienstregeling. En vanuit daar zullen we kijken wat de juiste beoordeling is. Precies hetzelfde komt in de volgende aflevering. Welk station het is, dat hou ik nog even voor verrassing. In ieder geval kan ik zeggen dat het station al beoordeeld is. Maar we gaan eens kijken of dat we daarmee eens zijn. Zo gaan we verschillende stations af en kijken we het zo. Vond ik wel een leuk idee voor seizoen 2. Dames en heren, veel kijkplezier. We gaan naar de shots, foto's, filmpjes en dan de voorzieningen. We gaan door met de voorzieningen van station Etten-Leur. De voorzieningen, je hebt een fietsenstalling waar mokersfietsen in staan. Dat heb je ook aan de andere kant. En natuurlijk de OV-fiets die je kan huren en een fietskluis. Je hebt ook een oversteektoegankelijkheid, een spoorwegovergang. Je hebt twee perrons en je hebt twee sporen. Je hebt ook een wachtruimte, die zit daar, en een ticketautomaat. Die zit zover ik zie, maar aan één kant en dat is daar. Je hebt ook in- en uitcheckmogelijkheid. Je hebt ook daar, ik zal even inzoomen, je hebt daar ook een informatiepaal en een SOS-knop voor als het echt flink misgaat. Je hebt hier de vertrektijden van station Etten-Leur digitaal. En je hebt ze daar ook op papier met de spoorkaart. Je hebt ook een stationswinkel, die is momenteel gesloten. Je hebt ook een busstation ter beschikking, niet dat er veel mensen van gebruik maken, maar het ligt er wel. Dat zijn al goede pluspunten die station Etten-Leur te bieden heeft. Dat dit station dicht bij Breda ligt en Breda de mogelijkheid biedt om van Amsterdam naar Rotterdam te gaan. Zo is het ook volgens ons onderzoek van NS en ProRail gegaan. Ja, dat begrijpen we toch niet helemaal, maar dan zouden we dit station als een 7,2 moeten geven. Doen we dat? Nee, want ik vind het helemaal niks, dus ik geef het een 7,0. Ik ben het helemaal eens met Bart, een dikke 7 voor dit station is best prima. Je hebt heel veel functies, nou de overstaptijden vanaf Breda zijn helemaal prima. En je kan eigenlijk zowel alle richtingen op, want je kan naar de Mos, richting Nijmegen, dus dat is helemaal prima. Je kan ook richting de Zeelandlijn en richting Oudemos en zo, maar dat maakt dan niet uit. We hebben dus officieel gemeten, om het zo maar even te zeggen. Laat even een duimpje omhoog achter als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. De groeten. Leuk!